wish them well. De bestemming is het Witte Huis en om er te komen moet je heel veel geld uitgeven. Volgens sommige schattingen zal er dit jaar 10 miljard omgaan in de presidentsverkiezingen. En dat geld wordt uitgegeven door de kandidaten, de partijen, maar ook door belangengroepen die proberen de uitslag te beïnvloeden. En dit piepkleine bankfiliaal, ja, in een buitenwijk van Washington, zeg maar het nieuwe gein van Amerika, speelt een cruciale rol. De Chainbridge Bank is de lieveling van Republikeinen. Tijdens de voorverkiezingen stond hier het geld van Jeb Bush, Rand Paul en Ben Carson. Alle campagnefinanciën van de Republikeinse presidentskandidaat in 2008 en 2012 werden hier uitgevoerd. Chainbridge heeft geen zin om daar vragen over te beantwoorden. Maar de oprichter was zelf een voormalig senator en weet dus precies wat politici nodig hebben. De reden dat Republikeinen graag van Chainbridge gebruik maken, soms heb je als campagne opeens midden in het weekend 1 miljoen dollar nodig om nu tv-spotjes te kopen in Iowa. Ja, bij een gewone bank moet je dan wachten tot het maandag 10 uur 's ochtends is. Deze bank speelt er slim op in en heeft daarom de presidentskandidaten als klant. Donald Trump betaalde de voorverkiezingen vooral uit eigen zak, maar is nu ook fors geld aan het inzamelen. Zeker 1 miljard wil hij ophalen onder zijn fans. De Republikeinse partij en rechtse groepen willen nog veel hoger uitkomen. En Amerikanen walgen niet van al dat geld in de politiek. Ze snappen het. Money is a thing in politics here and you want to make sure that the person you support is able to compete on a level playing field with the people they're running against. Every campaign in this country needs so much money to keep going because it costs a lot with the advertising and so, you know, they need grassroots support. You don't want to have to rely too much on big donors that you're then beholden to. So the more people who really love you should, you know, support you. En daar kopen de kandidaten zendtijd mee. The politicians can pretend it's something else, but Donald Trump calls it radical Islamic terrorism. That's why he's calling for a temporary shutdown of Muslims entering the United States until we can figure out what's going on. He'll quickly cut the head off ISIS and take their oil. And he'll stop illegal immigration by building a wall on our southern border that Mexico will pay for. We will make America great again. When you see that you've got CEOs making 300 times what the average worker's making, you know, the deck is stacked in favor of those at the top. I want it to be back where it was when I came of age, where my mom, who never got to go to college, could see her daughter go to law school. We need to have people believing that their work will be rewarded. So I'm going to do everything I can to try to get that deck reshuffled so being middle class means something again. I'm Hillary Clinton, and I approve this message. Om de hoek van Times Square verzamelen jonge aanhangers van Hillary Clinton zich voor wat de campagne een exclusief evenement noemt. I've been a Democrat for a long time. I believe if you believe in something, it's not enough simply to just say it and walk away. You got to roll up your sleeves and get behind it. So I'm proud to be here for Hillary. My main reason is because I have a 14-year-old daughter and I hope to show her one day that a woman can be president. There are $45 tickets for people who can afford that. There are $1,000 tickets for people who can afford that, and there's, you know, stuff in between as well. And this is something you happily do, because you happily do this. Het is alsof je een zwaar beveiligde club binnengaat, en de borrel wordt dan ook gehouden in het penthouse van een hotel. De campagne stond niet toe dat camera's draaiden tijdens de fundraiser, dus maakten we binnen stiekem wat beelden. De grote trekker van de avond is dochter Chelsea Clinton. All the things she's been accused of, even recently, I don't think anyone's accused her of being a quitter. And she doesn't let the perfect be the enemy of the good. Hoeveel de avond opbracht wordt niet bekendgemaakt, maar de Clinton-campagne harkt avond aan avond miljoenen binnen. I got the eye of the tiger. Thank you all so much, and thanks especially to Katie and all these fabulous people with her, the musicians, the dancers, the singers. Thank you all so much for being part of this evening tonight. We love you. Go on, vote!
Voor een paar uur met Katy Perry of Elton John kun je veel geld vragen aan supporters. As many of you know, I've dedicated my life's work to ending the scourge of HIV and AIDS. And no two people have contributed more to the fight to eradicate HIV and AIDS than Hillary and her husband Bill. You know him, right? Het doel van de Clinton-campagne is om $2 miljard op te halen dit jaar. Het record verpletterend dat Obama op zijn naam schreef in 2012. En het meeste van dat geld komt van heel gewone mensen. Elke Amerikaan mag van de wet $2700 overmaken naar een kandidaat tijdens de voorverkiezingen. En dan nog eens $2700 tijdens de algemene verkiezingen die na de partijconventies beginnen. Maar die gewone Amerikaan mag ook $33.400 overmaken naar de partij van zijn keuze. En dan zijn er organisaties die buiten de kandidaat om geld uitgeven om kiezers te beïnvloeden. Super PACs heten die. Daar mag je onbeperkt aan doneren. En die clubs halen het meeste op. Tot nog toe al $800 miljoen. Wat een onvoorstelbare collectie klassieke auto's staat hier. Alle jaargangen van de Corvette bijvoorbeeld op een rijtje gewoon. Je moet wel heel erg rijk zijn om zoveel auto's bij elkaar te kunnen sparen. En dat klopt ook, want de eigenaar van deze prachtige auto's die staat op nummer 799 op de lijst van de rijkste Amerikanen. Hij verkocht zijn bedrijf voor $1 miljard. En als je zoveel geld hebt, dan heb je ook heel veel politieke invloed in Amerika. Want je mag namelijk zoveel geld geven als je maar wil aan politieke groepen. Dennis Allbaugh loopt hier voor Jeb Bush uit, aan wie hij $1 miljoen gaf via zo'n super PAC. Een smak geld waarmee je ook meteen verzekerd bent van een luisterend oor bij de kandidaat. Thank you, Dennis. Maar wat die autoverzamelaar gaf is nog maar een schijntje. Dit is de top 5 van donateurs in de VS dit jaar. Zakenman en computerexpert Robert Mercer gaf $18 miljoen aan rechtse clubs. Handelsbankier Tom Steyer doneerde $17 miljoen aan linkse groepen die strijden tegen klimaatverandering. Dick Uihlein werd rijk met verpakkingsmaterialen. Hij steunt conservatieve republikeinen met $14 miljoen. Investeerder George Soros is verstokt democraat en doneerde $13 miljoen. En Paul Singer leidde een van Amerika's meest succesvolle hedge funds, doneerde $12 miljoen in de afgelopen maanden. Doug Keith werkt voor een denktank die de rol van het geld wil terugdringen. Het Brennan Center for Justice zegt dat de toekomst van de democratie op het spel staat. Average Americans, no matter what party they support, are having their voices drowned out by big spenders on both sides of the political spectrum. 107 individuals have accounted for almost half of outside spending so far this year. And that's in a country of 120 million households. And these are individuals who are nothing like average Americans. They're different economically, they're different by race, they're different by gender. And most importantly, they have different policy preferences than average Americans. De groep beweert dat miljardairs de belangen van hun bedrijven doorduwen in het huidige systeem. People who engage in predatory lending practices put their money together and supported a candidate for attorney general who promised not to crack down on payday lenders in Utah. So their business is saved. So their business is saved. So that's worth the investment. Absolutely. You put in a little bit of money and you reap a great economic reward. De rijken hebben zoveel invloed dankzij een uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2010. In de zaak Citizens United oordeelde het hof dat bedrijven recht hebben op vrijheid van meningsuiting. En geld uitgeven om te pleiten voor beleid dat in jouw voordeel uitpakt, valt daaronder. Clinton wil een wet aannemen die dat vonnis terugdraait. Maar veel van haar eigen partijgenoten vertrouwen haar niet. Toen ze naar een fundraiser ging, bekogelde ze haar auto met dollarbiljetten. We're in the money. Vooral aanhangers van Bernie Sanders denken dat Clinton, als ze eenmaal president is, precies zal doen wat die steenrijke donateurs van haar willen en niet wat het beste is voor het land. There was a fundraiser today, just a couple days ago for Hillary that was, what was it, $200 a plate? $500 to get in. A couple hundred people came. This event is free and millions of people are supporting Bernie in small amounts. He doesn't have those giant he's not owned by big money. It's a shame that she had to charge for fundraising for her campaign instead of, you know, letting people see what she had to say for free. Amerikanen zijn het zat dat het geld zo'n grote rol speelt in de verkiezingen. En de kandidaten zelf zeggen er ook niet van te houden.
Maar dat zeggen ze elke keer en bij de volgende verkiezingen wordt het record gewoon weer verbroken. En dus kunnen ze er bij die bank hierachter maar rekening mee houden dat er de komende maanden nog eens honderden miljoenen op rekeningen zal worden gestort.